Samen op safari bij de boer en op zoek naar de Big Five. Dat kan bij Harmshoeve, net onder Nijmegen. Hi, goedemiddag. Welkom bij de safari. Leuk dat jullie zijn. De safari, boerderijsafari, hoe dat wij hem noemen, is eigenlijk ontstaan uit dat we dicht zaten vanwege corona. En we merkten gewoon dat onze normale bezoekers heel erg misten om naar de boerderij te komen. En wij missen onze bezoekers natuurlijk ook. Dus daarom hebben wij gezorgd dat de mensen toch helemaal coronaproof naar de boerderij konden komen. En wel in de auto, dus een boerderijsafari. Dan rijden ze, ik sta bij de stal, rijden ze een rondje om de stal heen. En dan kunnen ze alle dieren die op de boerderij zijn spotten. En zo ook een beetje meemaken wat er weer nieuw geboren wordt. En zijn ze toch een beetje nog bij ons. Tijdens de safari kun je luisteren naar een audiotour van de boer. En kom je meer te weten over de dieren in de stal. Als het goed is, zijn er 25 geiten dragend. Er zitten verschillende dieren in. En het is een heel natuurlijk klimaat wat er heerst. Dus dat... dat maakt ook dat we dus de koeien en de geiten en de schapen, varkens tegelijk in één stal kunnen houden. Normaal gesproken heb je per diersoort dus een leefklimaat nodig. Dus de varkens liggen vaak wat warmer dan de koeien. En bij ons is het allemaal heel natuurlijk. Dus als het buiten 25 graden is, dan is het wat warmer in de stal. En als het wat kouder is, dan is het in de stal ook wat koeler. Maar de dieren reageren er allemaal goed op als een wintervacht of ze gaan wat dichter tegen elkaar aan liggen. En het gebruiksgemak van de boer. In het midden zit een kern waardoor dat je heel makkelijk de dieren van het ene hok naar het andere kan doen. Dus de dieren hebben weinig stress en het gaat heel gemakkelijk. Ja, het lijkt voor de dieren net alsof ze lekker in de open lucht leven. Ze zijn er heel tevreden mee. Afgelopen jaar hadden we 18 kalfjes. Het waren 14 meisjes en 4 jongens. We hebben nu de boerderijsafari nog tot en met we weer open mogen... voor publiek, dus tot die tijd kun je in de auto de boerderij bezoeken en als de regels wat versoepeld zijn, dan kan iedereen weer lekker op het terras zitten en de dieren ook weer echt voeren van dichtbij, dus daar hopen we snel op. Leuk dat je er was en namens het hele Harmshoeve team hopen we dat jullie tot we weer snel open mogen en jullie weer snel zien op onze gewone boerderij. En als kers op de taart kun je na de safari een wafel met aardbeien en slagroom eten bij de wafel drive-thru.